Vandaag in een zonovergoten Koelhorsterlaan. Het zevende aard-event. Naast mij de dol enthousiaste, elk jaar weer, organisatoren Henry Belaerts van Blokland. Ruud Jutte. En uiteraard. Mariel Belaerts. Maar we hebben tegenwoordig Jan de Kreijer bij, maar die is er vandaag helaas niet. Die komt morgen. Hoort ook bij de organisatie tegenwoordig. Moet je luisteren, Ruud, jij had net bij het binnenkomen een heel leuk, wat hier allemaal afspeelt, wat wie er staan en hoe ze dat doen. Kun je dat heel kort samenvatten? Ja, heel kort. Wij willen eigenlijk van iedere discipline in de kunst één vertegenwoordiger hebben. Dus we hebben één keramiek, één metaal, één brons, één klei, noem maar op. En er staan in totaal 23 exposanten. Het is ook echt een expositie, dus mensen kunnen kijken. En we hebben een verhalenverteller erbij, die staat in de punttent. En hij vertelt over dit gebied, wat hier zich vroeger allemaal afgespeeld heeft. Dat is ook een vorm van kunst, verhalen vertellen. Ja, ja. Hij heeft een master in, ja? Hij heeft een master in verhalen vertellen. Ja. En dat heeft hij gehaald in Kaapstad. Spannend, hè? Spannend. Gebied in Frankrijk. Ja. En dan krijg je hele constructies die ook geloofwaardig zijn. En dat is lastig, want dat is natuurlijk lang geleden. Ja, precies, exact. Ja. Merendeel van de historici zijn er wel over eens dat het dit gebied is. He, wat Karel de Grote is gaan verdelen en laten ontginnen. Ja. De namen kloppen ook wel allemaal hier rond die Eem en zo. Ja. Er zijn wat namen die we dan niet helemaal snappen, zijn misschien nog oude Germaanse namen. He, want die zit ook in 700 zit je. De Germaanse tijd is net voorbij. Dat is niet zo heel erg lang geleden. Dus die namen die. Ja, en ons Nederlands is natuurlijk ook anders dan nu. Een verhalenverteller staat hier. Kun jij, want ik zag de mensen heel geboeid luisteren, over dit hele complex, dit Koelhorster gebeuren, daar heb jij iets over te vertellen? Ja, eigenlijk had men gevraagd of ik de geschiedenis van dit gebied, het landgoed, zou willen in beeld brengen en in verhaal. En dat is wat ik hier met een soort waslijn als tijdlijn heb gecreëerd van vroege middeleeuwen tot aan vandaag. Van Karel de Grote tot aan wij allemaal nu hier. Valt hij eigenlijk, is het ook een kunst om dat te doen? Jazeker. Hij is ook juist begonnen met rechten te studeren. En toen is hij naar de toneelschool gegaan, vlak voordat hij meester in de rechten werd. En het is een fantastisch artiest, hij staat daar. Het makkelijke is wel, het is heel grofweg in vier tijdsperiodes in te delen. Daarom heb ik ook vier waslijndelen. Het eerste, zeg maar, de vroege middeleeuwen, of de middeleeuwen, waarbij het, zeg maar, gevormd wordt van moeras tot kasteel. En dan krijg je tussentijd van de Gouden Eeuw tot aan tegen 1800 aan, dat het verdeftigt en uitgebreidt. En dan is het niet meer om vechten en jagen en verdedigen, maar dan is het om genieten. En dan krijg je eigenlijk een soort Downton Abbey periode tot de Tweede Wereldoorlog. Dat het, nou, het kan niet op, zeg maar. En dan in de oorlog brandt alles af, de boerderijen, het kasteel, is het hier helemaal plat. En van toen tot nu is het eigenlijk weer herbouwen en proberen er weer iets van te maken. Ik geniet van dit schitterende natuurgebied. Het is een parel dat het hier nog mag liggen en dat moeten we met z'n allen beschermen. Mariel, waar sta jij mee? Met je beelden waarschijnlijk? Ik sta met brons. Ja. Ik sta met neoliet. Want dat is wat goedkoper. En ik sta met kleine dingetjes van verbronst. Nou, dat houdt me van de straat om dat aardig te maken, ja? En ik wilde jou heel graag vragen, wil jij nog wel kaarsjes voor mij blijven branden? Want dat werkt. Doe ik zeker. Maak je niet ongerust. Iedere dag een kaarsje. Vind ik heel lief. Ja, dan dat je maar heel lang nog onder ons mag blijven, ja? Nou, dan moet ik even slikken, Henri. Ik moest even slikken. Oh. Maar ik was een beetje ontroerd. Maar nu staan we hier op jullie landgoed. Dat is een heel onderhoud waarschijnlijk. En we zagen het bij de parkeerplaats, was alles al keurig gemaaid. Ja. Dat hebben jullie allemaal, besteden jullie dat uit of ga je zelf achter hem? Allemaal zelf. Ja. Serieus? Ja, zeker. Ja. Leuk, hij blijft ook gewoon vrolijk, hè? Ja hoor, tuurlijk. Ja, nou, hij houdt het helemaal, het hele terrein bij. Het groene werk is van Henry. Dus, ja. We gaan het terrein op. Mariel, bedankt voor jouw gastvrijheid. Ik ben blij dat jullie er zijn.
En doe me een heel groot plezier. Besteed een beetje aandacht aan de rhino's. Ja. En aan mijn kleindochter die zich suf heeft gewerkt met haar eigen kraam. Zes jaar is ze. Zes jaar. Mooi kind. Jullie zitten hier met een steentje. Want jullie zijn de huidige generatie die met ledenogen aanzien dat in de natuur zoveel wordt vernietigd. Dat er gejaagd wordt op horens van olifanten en rhinoceros. Waarom zitten jullie hier? Om het te beschermen en om geld op te halen? Ja, dat klopt. Wij zitten hier om het te beschermen en geld op te halen. Wij hebben een vriend uit Zuid-Afrika. Hij zit bij de stichting van Enzele. En hij zorgt ervoor dat het geld meteen op de goede plek komt. En al het geld dat wij hier ophalen gaat ook meteen door naar hem. En jij wil ook even zeggen dat het moet stoppen met die stroperij, hè, van al die mooie beesten. Hè? Ja, wij hopen heel erg dat het hiermee stopt. Wij proberen ons steentje heet bij te dragen. En we vertellen ook aan iedereen het verhaal wat er gebeurt en alles. En we hopen gewoon dat het minder wordt en hopen gewoon dat het op een gegeven moment stopt. Jij wil dat ook, hè? Ja, dat wil ik ook. En jij was een hele grote dinosaurus fan, die zijn ook uitgestorven. Maar nu zijn die andere grote beesten die nu nog leven, die zijn ook bijna, die worden ook steeds gedood om hun slachtanden. Maar dat vind jij maar niks, hè? Nee, vind ik niet zo leuk. En wat ga je eraan doen? Geld ophalen en aan het goede doel besteden. Heel goed. En zijn jullie al goed bezig? Hebben jullie al een potje? Ja. We hebben al iets van 120 euro of zo. Hallo, hé! Hey. Vorig jaar hadden we 400 euro in 2 dagen. Ja. En nu hebben we in totaal iets van 120 euro al. En we hopen dat het vandaag nog meer wordt en morgen ook. Hartstikke. En wat bieden jullie te koop aan? Wij bieden deze kralen, sleutelhangers, maar het kan ook als broche. We bieden deze kralenarmbanden en deze koperen armbanden. Ja. Die je op maat kan verstellen. En die petten. En de pet. En dat hebben wij. En wij hebben ook allemaal het zelf ook. Okidoki. Nou, hartelijk dank. Ik hoop dat jullie, want morgen is er nog een dag, dat jullie veel geld ophalen. En dat die beesten maar nog heel lang mogen leven. Ja, dat hopen wij ook. Ja. Ja. Dankjewel. Vogelzang een beetje in de schaduw, zie ik. Hey, hier ontstaat iets moois, Rogier. Ja, absoluut. Het is een beetje met een wandelstok. Zoals je ziet is het een mooie stok die door de natuur gevormd is. En dat vind ik nou echt een mooie wandelstok. Dus de samenspel tussen mij en de natuur. Is elke tak, nee, niet elke tak is geschikt natuurlijk. Nee, absoluut niet. Nee, nee. Er zijn uitzonderingen die niet geschikt zijn. Waar ik vooral nog op zoek ben, zijn dus echt stokken zoals je hier ziet. Met een mooie draai in erin, een mooie noest. Eigenlijk afwijkende vorm, dat zijn de mooiste. En die bewerk je dan? Ja, die bewerk ik. Ik ga ze met een mes bewerken. Ik snij een figuur in. Ook door middel van een pyrografie. Dat is met een brandstift waar je dus mee in het hout kunt branden. En als slot natuurlijk ook houtolie in werken. Ja. Ja. Dan blijven ze langer goed? Ja, absoluut. Ja, dat is dus de bescherming. Ja. Dan heb je verschillende soorten olie of verschillende soorten houtsoorten. Heel interessant. Nou, ik had vroeger ganzen, want het zijn fantastische waakhonden. En als een gans ziek was, dan ging die inderdaad zo bij mij voor met de nek omheen. En dan reed ik zo naar de dierenarts toe. Ja. En dat heb ik proberen uit te beelden in dit meisje wat met die ganzen rondloopt. En een kleintje zit er ook bij. Ja, zie je. Oh, Vroeger had ik 13 ganzen, meer dan 100 krielkippen. Ik had een stel honden en ook gek genoeg een kat. En als ik de honden ging uitlaten, dan kwam de kat erachter. En dan kwamen er 13 ganzen en 100 kippen. Ik was net de ratten vangen van Hamelen. Ja, ja. Dat is over. Ja. Dat is waar helemaal. Ja, ja. Daar ben je vanaf. Ja, ben ik vanaf, ja. Ik vind het wel jammer, van de ganzen fantastisch. Maar mijn heer en meester echtgenoot werd gek van de vlatsen. Ja. Dus toen moesten ze weg op een gegeven moment. Daar staan ze onbekend. Ja, weet ik, ja. Ja, hij moest altijd wegjagen. En dan stond hij weer met zijn tenen in dat groene gedonder. Daar had hij geen zin meer in. Nee, maar het is gebeurd.
Mag ik vragen wat er met de ganzen is gebeurd? De ganzen zijn gebracht naar een hele fijne plek in Zeeland en een hele fijne plek in het oosten. Dus ze zijn niet geslacht. Niet geslacht? Nee, ze mochten blijven leven. Bezoekers van dit schitterende evenement, ja. Hoe vinden jullie tot nu toe? Heel leuk, ja. Maar ja, dat is mijn zoon, dus ik ben niet heel objectief. Maar ik vind het ook het andere allemaal heel erg leuk. Ja, echt mooie dingen. Dankjewel. Ja. Geldt het ook voor jullie? Ja, zeker. Wie is hij dan van jullie? Nou, hij is de zoon van mijn vriendin. Ja. Maar dus we zijn ook niet helemaal objectief. Nee. Alhoewel, we kwamen hier aan en ik vond ook dat met dat zilver en die vogels / danseres. Ja. Echt zo'n eyecatcher. Ja. Heel leuk. Ja, en het is ontzettend leuk om nu van hem de dingen te zien. Want ik zie het wel voorbij komen, foto's. Maar nou zie ik het echt. En dan denk ik, ja, vind ik wel heel gaaf. Hij doet het echt goed. Ben je ook onder de indruk? Ja, zeker. Nou, je kan bij je familie niet meer stuk. Nee, dat klopt. Hey, leg even heel kort uit wat het is. Is het expressionisme? Wat is het is een beetje van alles. Ik heb wat expressionistische werk. Ik heb ook werken die ik wat meer heb uitgepland, zoals dat werk daar. Die heb ik echt in lagen gemaakt. Dus echt dingen uitsnijden en dan laag voor laag dat erop zetten. En ja. Dat is hem. Dat is hem een beetje, ja. Succes met je carrière. Hartstikke bedankt. Oké. Zojuist gekocht bij Sees van de Capelle. Klopt, een hele prachtige set aanzichtkaarten voor de mensen thuis. Ja, prachtig gelijk raak, zeg maar. Dus dit wil je opsturen. Juist. Dat is mooi, Sees. Heerlijk, hè, dit? Ja. Ja, dit is kicken. Als mensen je eigen werk zo komen bekijken, leuk vinden en kopen. Ja. Geweldig. Ja. Heb jij, want jij wat doet hoofdzakelijk... Amersfoort en Hooglands. Ik heb drie thema's eigenlijk. Amersfoort, nou, dan weet je, ben ik in groot geworden, groot gebracht. En Delft ben ik geboren. En Utrecht heb ik gestudeerd. Ja. En daarnaast een heleboel opdrachtwerk. Maar Amersfoort blijft gewoon mijn ding. Heerlijk. Kijk, dat mag ik graag horen. En Hoogland, hè? Ja. Rut, tot slot. Jouw schitterende creaties. Ik zie hier zak engeltjes. Hoe moet ik het zien? Een beschermengeltje in je zak en op een steentje. Oh, wat leuk. En ze zijn bijna allemaal op. Ja, ze zijn bijna allemaal op. Ja, dat vinden mensen erg leuk. Ja, leuk prijsje ook. En dan, die is ziek of die heeft net iemand verloren. Oh, als... Daar neem ik dat voor mee. Dat zijn cadeautjes. Leuke cadeautjes. En voor de rest heb je? Het thema van mijn kraam dit jaar is de kleur blauw. Ik heb blauwdrukken gemaakt en op allerlei verschillende manieren uitgewerkt. Ingeknipt, maar ook ingetekend, ingeschilderd. Dus thema blauw. Hoppa. Onder de klanken van Sweet George Brown nemen wij afscheid hier bij het bloedhete art event. Met een gezellige gastvrouw, Mariel en Henry en Lutte. Wij danken jullie voor deze gezellig fine, deze muzikale bijdrage. We wensen jullie nog heel veel sterkte de komende dagen. En zweet erop los, zou ik zeggen. Ja, dat gaan we doen. Dankjewel. Okay, dankjewel. Dankjewel. Hoi. Hoppa.